IGUS is een producent van technische kunststoffen. Wij gebruiken basispolymeren die voorradig zijn op de markt en wij gaan die upgraden. Wij gaan daar onze technologie in stoppen, langere levensduur geven, zorgen dat er nooit geen smeermiddelen nodig zijn en zo komen we tot een heel performant geheel. We zijn tegelijkertijd ook 7 maal lichter dan een metalen onderdeel. En bovendien hebben we veel minder olie nodig om onze producten te produceren dan om een metalen onderdeel te produceren, wat ook nog eens goed is voor het milieu. Ja, u zal zich kunnen voorstellen voor de Solarwagen, elektrisch aangedreven. Dus de bedoeling is om alle energie die je erin stopt, er zo efficiënt mogelijk terug uit te krijgen. Wat houdt dat in? Dat de wagen natuurlijk ook zo licht mogelijk moet zijn, zonder in te boeten aan sterkte. Met de IGUS onderdelen kunnen ze daarom een heel compact design maken dat bovendien dus heel licht is en heel efficiënte resultaten oplevert. De IGUS onderdelen voor de wagen die in Marokko raced zijn ook dit jaar weer te vinden in de toegang tot de cockpit bijvoorbeeld. Dus ook weer belangrijk, lichtsysteem, efficiënt, moet in alle omstandigheden kunnen geopend worden en natuurlijk zoals bij een snelle start ook vlot kunnen gesloten worden. De plastic onderdelen, het zijn plastics, maar het zijn dus wat wij noemen triboplastics met die speciale eigenschappen van de zelfsmerendheid. Die zien er ongeveer zo uit. In de Solarwagen die denk ik net doorkwam, zijn ze ook nog iets compacter. Wegens efficiëntie aan plaats natuurlijk, zo optimaal mogelijk benutten. IGUS is ook een bedrijf dat zeker de meerwaarde inziet van de studenten een heel goede begeleiding te geven. Want zij zijn tenslotte de ingenieurs van morgen. De mensen die bij de bedrijven terechtkomen en die dankzij de positieve ervaring die ze nu in dit team opdoen, ook de kwaliteiten kennen en meenemen naar hun later bedrijf en daar ook de optimalisaties kunnen realiseren. Dank jullie wel, IGUS, voor de lagers en voor de geleiders van het stuursysteem. Mede dankzij jullie hulp rijdt de wagen zo goed en hebben we de challenge in Marokko tot een goed einde kunnen brengen.